Dan de regionale dashboard die eraan gaat komen. Wat gaat dat betekenen voor een gemeente als Alphen aan de Rijn? Nou ja, volgens minister De Jonge dat we nog beter achter het stuur kunnen in de gaten kunnen houden hoe hard we rijden, wanneer we op moeten schakelen, terug moeten schakelen en wanneer we weer wat af moeten remmen. Ik denk dat ons dat met elkaar inzicht geeft, ook in de regionale verschillen. Die zijn nu ook al best wel groot, hè. Als je kijkt naar Brabant, Zuidoost en een deel van Oost-Gelderland, dat zijn echt de regio's in Nederland die het zwaarst getroffen zijn. Maar ook in onze regio is bijvoorbeeld een gemeente als Oudewater weer zwaarder getroffen dan een gemeente als Alphen aan de Rijn. En dat maakt dat het ook heel goed is dat we precies weten waar de risico's zich bevinden om ook heel gericht te kunnen testen, dat bron- en contactonderzoek te kunnen doen en ook gericht maatregelen te kunnen nemen op die plekken waar het wel nodig is en ruimte te kunnen geven op die plaatsen waar dat ook kan. En daar kunt u persoonlijk op sturen of gaat dat toch nog wel in een iets groter verband? Dat gaat vooral via de GGD, die daar natuurlijk de testen doet om te bepalen of dat mensen het virus bij zich dragen of niet. Die doen ook het bron- en contactonderzoek. En ja, dan gaan we weer terug naar helemaal het begin van deze coronacrisis. Dat we ons steeds baseren op informatie en adviezen vanuit het RIVM en de GGD. En die zullen ook in de komende periode, waar het gaat om de gezondheidsaspecten, leidend blijven. En daar zullen wij onze maatregelen in de openbare ruimte, et cetera, weer op af moeten stemmen. Een beetje bij beetje wordt dan het nieuwe normaal werkelijkheid, om het zo maar te zeggen. Geldt ook voor ondernemers. Er komt een stimuleringsfonds aan voor bedrijven. 300.000 euro wordt er beschikbaar gesteld voor collectieve initiatieven om, zeg maar, om te turnen naar de nieuwe maatschappij. Ja, wat je ziet is dat heel veel ondernemers noodgedwongen zichzelf en hun bedrijf opnieuw aan het uitvinden zijn. Op heel veel verschillende plekken en dat is voor de kappers anders dan dat het voor de sierteeltsector is. Dat is voor de horeca anders dan dat het voor IT-bedrijven is. Dus daar is iedereen heel hard aan het nadenken om het bedrijfsmodel wat ze hadden te toetsen of dat nog steeds het bedrijfsmodel voor de toekomst zal kunnen zijn. Op het gebied van mobiliteit, bewegen, verkeer is er natuurlijk ook nog van alles aan de hand. En de Raad heeft het college opdracht gegeven om na te denken hoe dat we die innovaties die een economische impuls ook kunnen geven. Nou, dan helpt het niet als je bij wijze van spreken nog meer regelingen gaat maken van geen belasting betalen of uitstel van betaling of ondernemers in de inkomenskant ondersteunen. Maar dan helpt het vooral als je ze uitdaagt om met goede ideeën te komen om die innovaties ook met elkaar handen en voeten te geven. Waar moet ik dan aan denken? Ja, dat moet je vooral aan de ondernemers vragen. Wij leggen de uitdaging als gemeente bij hen neer. Onder voorbehoud van het feit dat de gemeenteraad daar volgende week donderdag nog mee in moet stemmen. En wij staan vooral open voor suggesties vanuit het bedrijfsleven. En misschien dat de Greenport of het centrum van winkeliers met goede ideeën komt die we vanuit dat stimuleringsfonds ook mogelijk kunnen maken. En is 300.000 euro dan niet aan de krappe kant? Het is een behoorlijke som geld, uiteraard, maar toch. Ik kan me ook voorstellen dat het er zo doorheen is. Dat mag je eigenlijk hopen, dat het er zo doorheen is. Want dat betekent dat er heel veel ondernemers toekomstgericht willen investeren, willen innoveren. Ik hoor ook wel eens ondernemers zeggen, voor een goed idee heb ik nooit subsidie nodig, want dat financiert zichzelf. Nou, laten wij dan als gemeente daar een stukje van voor onze rekening nemen. Maar misschien zijn er ook wel andere partijen, partners te vinden, die samen met die ondernemers en op initiatief van die ondernemers dat ook net als de gemeente mee mogelijk willen maken. Dus laten we eerst maar eens kijken hoe snel die pot leeg raakt. En wat mij betreft niet snel genoeg, want ja, dan komen er gewoon heel veel innovatieve ideeën in aanmerking voor een uitkering uit dat stimuleringsfonds. Hemelvaartweekend komt eraan. Suikerfeest. Suikerfeest is denk ik voor heel veel inwoners van Alphen aan de Rijn een belangrijk feest. Wat ze jammer genoeg ook op een andere manier moeten vieren. Want je mag nog steeds niet met meer dan 30 personen in de moskee bij elkaar komen. Dat kan ook nog niet thuis. Maar ik zie
ook in de Ramadan-periode echt hele mooie dingen ontstaan. Ik weet dat vanuit sommige moskeeën er iedere dag maaltijden zijn bezorgd bij mensen die dat zelf niet zo makkelijk kunnen bekostigen of zelf niet kunnen maken. Echt heel veel mensen hebben daar van mee kunnen genieten en van kunnen profiteren. En dat vind ik ook echt een groot compliment waard aan iedereen die de Ramadan heeft meegedaan. Het is een hele mooie, rustige Ramadan geweest. Geen gedoe in de openbare orde, geen verstoringen 's avonds laat. Dus een dik vet compliment aan iedereen die de Ramadan op een andere manier heeft gevierd. En natuurlijk een mooi suikerfeest voor iedereen gewenst die daar het komende weekend op een andere manier ook nog invulling aan gaat geven.